De bedoeling is dat er hier binnen 200 mensen tijdelijk kunnen wonen en nog eens 100 op het terrein in een tent. Het is nu dus nog een hotel waar soms ook een paar asielzoekers slapen. Maar straks wordt het een echt asielzoekerscentrum. De organisatie die asielzoekers opvangt, moet het kopen, zegt de regering. Terwijl er niet met het dorp is overlegd. Nou, hier waren wij enorm door verrast. Wij wisten hier helemaal niets van. Dus het kwam als een donderslag bij heldere hemel voor ons. Gisteravond, toen het nieuws bekend werd, gingen er al inwoners naar het hotel om te protesteren. Het was een enorm lawaai, zegt Jana uit Syrië. Ze verblijft in het hotel en kon er niet van slapen. Ja, geen slapen. Hier ook. Braten. Ja. En muziek. Oh, zo bom. Zo hier. Ook vuurwerk. Ja. Dat het hotel wordt gekocht komt omdat er overal in Nederland gezocht wordt naar plekken waar asielzoekers kunnen worden opgevangen. Maar het zijn er lang niet genoeg. Dus probeert de regering nu door een hotel te kopen toch plekken te vinden. Volgens de inwoners past dat helemaal niet in het dorp. Er wonen 3500 mensen en er zouden dan 300 asielzoekers bijkomen. Het is helemaal prima dat er wat nieuwkomers zijn. Dat kunnen we prima opvangen. Vinden we helemaal leuk ook. Maar niet 300. 300 is echt te veel. Waarom het hier niet gepast? Het is een dorp. Albergen is een dorp. En dat past hier niet tussen. Dit is een gemeenschap. En dat hoort hier niet thuis. Bij de gemeente willen ze best asielzoekers opvangen, maar niet zoveel. Ze voelen zich gedwongen. Wij vangen ook vluchtelingen op, we hebben ook mensen uit de Oekraïne. Dus het is niet zo dat wij zeggen we willen helemaal niks. Maar het moet wel in verhouding staan tot het gebied en tot de regio of het dorp waar dit plaatsvindt. Volgens de regering zijn er extra opvangplaatsen nodig omdat er nu veel te weinig zijn. Bijvoorbeeld in Ter Apel. Mensen die buiten slapen, in een tentje of op een stoel. Het gaat al langer niet goed in het opvangcentrum in Ter Apel. Iedere asielzoeker die in Nederland wil blijven, moet hier eerst naartoe. Daarna wordt besloten of iemand naar een asielzoekerscentrum gaat. Maar omdat het de afgelopen maanden veel drukker is geworden, zijn er te weinig plekken voor alle mensen die hier in Nederland willen blijven. Daarom moeten sommigen buiten slapen en zijn er ruzies en vechtpartijen geweest. Soms zo heftig dat het niet veilig is. Zelfs niet voor de mensen die hier werken. We hebben verschillende geweldsincidenten gehad hier voor Ter Apel. En daardoor is het toch lastig voor ons om goede EHBO te verlenen of de mensen te voorzien van informatie. En wij willen heel graag een luisterend oor zijn, maar dan moet het wel echt veilig zijn voor onze Rode Kruis medewerkers om hier hun werk te doen. Ook de organisatie die opkomt voor asielzoekers wil dat de situatie snel beter wordt. Omdat, zoals je hier kunt zien, mensen dagenlang op straat slapen. Niet alleen grote mensen, ook kinderen, gezinnen, zwangere vrouwen. Die slapen hier allemaal op straat of in tenten. En al soms al bijna een half jaar of een jaar. En dat kan echt niet. In Nederland hebben we daar andere afspraken over. Iedereen heeft recht op een bed, op een douche, op 3 keer per dag te eten. Kinderen hebben recht op een school en op een speeltuin. En dat is hier allemaal niet. En ook op andere plekken waar asielzoekers worden opgevangen is het niet goed geregeld, zegt de organisatie. Nederland zou zelfs de wet overtreden, omdat niet alle asielzoekers hetzelfde worden behandeld en er niet genoeg slaapplekken en schone wc's zijn. Wij gaan naar de rechter en vragen de rechter de overheid te dwingen om kinderen een bed te geven, een douche die schoon is en dat ze naar school kunnen en spelen. En als het aan de organisatie ligt, moet dit voor 1 oktober allemaal beter geregeld zijn.